Voor de kinderen traden we enorm veel op. Dat was een 10, 15 jaar dat we toch 130 dagen gemiddeld, dus dat is 150, 160 voorstellingen per jaar. In 10, 15 verschillende landen per jaar. Dus we waren eigenlijk altijd weg, maar omdat wij ook samen we waren, een koppel. En we waren mobiel, alles geraakt in een kabinet. Dus voor ons reizen en werken, dat was gewoon één. Dus we waren eigenlijk altijd op reis. En we werkten hard, maar we voelden dat ook niet, omdat dat één passie was. Dan zijn de kindjes gekomen en dan hebben we het een beetje meer gestructureerder moeten aanpakken, want dan hebben we ervoor gekozen om een camion om te bouwen, om ons een thuis ook vast bij ons te hebben, omdat elke keer in hotel, dat was geen optie. En vanaf dat zij er waren, zijn die direct mee op tournee vertrokken. En we hebben ook altijd heel direct gezegd van, goh, we gaan wel een nanny of ons papa die dat meeging als babysit. Maar die zijn zo gewoon, voor hun thuis was waar dat wij waren en waar dat je een knuffel of een lappie was. Momenteel kiezen we er wel voor om minder te spelen, wat dan niet evident is. Maar het is wel makkelijker om die periodes meer te blokken. Ook in functie van de kinderen hun schoolvakanties, omdat ons leven toch, ja, we hebben nu ook een gezin dat ook ons passie is.